van 3 Times the Lady laten we je zien hoe je je kerstoutfits zo leuk mogelijk kunt combineren. Voor het kerstdiner wil je natuurlijk niet al te sexy gekleed gaan, maar wel een beetje netjes. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het saai hoeft te zijn. Dus daarom heeft ze een mooi diadempje in het haar. Het is toch een beetje een binnenkomer. En lekker opvallend. En een nette roklengte. En daaroverheen een leuk feestje kan ze ook uitdoen. Als ze eventueel daarna nog de stad in wil om te dansen. En een paar mooie schoenen met hakken. Werkkleding hoeft tegenwoordig niet saai en grijs meer te zijn. Doe eens een leuk kleurtje aan. Bijvoorbeeld een mooi paars of rood kleurtje. En dan fleur je de werksfeer weer wat meer op. Als je van een borrel op je werk naar een club gaat, dan kun je best dezelfde accessoires gebruiken. Bijvoorbeeld de riem en de schoenen. En dan hoef je alleen maar even een ander jurkje aan te trekken. Bijvoorbeeld met een heel mooi rugdetail. Als je petit bent, zorg dan dat je figure-fitted clothes aan hebt. Die niet te wijd vallen. Zo komt je figuur het mooiste uit. Als je mooie curves hebt, wees dan niet bang om deze te benadrukken. Leg de nadruk bijvoorbeeld op je mooie borsten. Als 30-plusser kun je met de kerst ook superleuk uitpakken. En trek vooral je mooie glitterjurk aan.